Welkom bij De Lezer des Vaderlands. Ik lees en bespreek in 2022 alle Nederlandse fictie die in de bestseller 60 verschijnt. Met heel soms een uitstapje naar wat literaire non-fictie, maar zeker geen vertaalde boeken. Ik offer me op voor het vaderland. En aan het eind van het jaar maak ik de balans op. Boek 66 is alles echt gebeurd van de dit jaar overleden schrijver Jeroen Brouwers. Een verzameling teksten, essays en verhalen die tezamen een autobiografisch geheel vormen. En niet omdat hij in die teksten zijn leven in stukjes uiteenzet, maar omdat deze teksten een vorm van zelfonderzoek voornamelijk gaan over de autobiografische aspecten in zijn werk. Ik ben een eenkennig, asociaal persoon, geheel verliteratuurd, alles wat hij meemaakt, denkt en voelt in verband brengend met literatuur en literatuur vervaardigend van alles waarmee hij te maken krijgt en vooral van hemzelf. Mijn leven is een leugen en ik ben een leugenaar, want het door mij geschrevene is de waarheid niet, maar literatuur. Ik leef niet zelf, ik leef niet echt, al haal ik nog wel adem. Ik ben immers een schrijver. Mijn geschriften moeten bewijzen dat ik mij, toen ik ademde, in ieder geval met schrijven heb bezig gehouden. Ik zou van al mijn geschriften tezamen, ook de mislukte waarvoor ik mij schaam, een papieren gedenkteken willen maken dat nog ergens in een landschap waar het altijd herfst is en alle dingen zijn omhangen met racht te bezichtigen is als ik al lang ben begraven. Van dat gedenkteken zal men moeten kunnen zeggen, dit is het leven van Jeroen Brouwers. De bundel is samengesteld door Lodewijk Verduin. En de publicatiedata van de teksten die al eerder zijn verschenen bestrijken een periode vanaf 1968 tot en met 2012. En ze zijn zo geordend dat ze chronologisch het leven van de schrijver weergeven. Zo kijkt hij als schrijver eind in de 30 terug op zijn jeugd. Positioneert hij zichzelf als buitenbeentje. Het gaat over de Jappenkamp in Indië en over zijn jeugd op de Roomse kostscholen, waarin hij volgens eigen zeggen werd weggemoffeld door zijn ouders. Het gaat over zijn vader, niet dat ik hem haat, schrijft hij. Een man die niets moest hebben van zijn schrijven en hem ook vroeg om onder pseudoniem te schrijven zodat de naam van de familie niet werd bezoedeld. En het gaat over zijn moeder die jij wel hartgrondig haat. Later, dat was op deze kostschool, dacht ik, was maar verzopen ook, rotwijf. Van mij hadden de om het schip cirkelende haaien je met je heimwee al mogen verscheuren en opvreten. Naar de teksten over jeugdervaringen die ook in zijn fictiewerk terug te vinden zijn, hij verwijst zelf ook naar enkele titels, gaan de teksten meer en meer over die biografische lezing, waarbij literaire duiders naar sleutels zoeken in zijn biografie. En Brouwers speelt daarmee. Hij verwijst bijvoorbeeld naar een artikel van Harry Pick die verkeerde woorden zou hebben gekozen, maar tegelijkertijd verwijst hij wel weer naar zijn eigen fictiewerk. En dat spel is intrigerend, zeker in de virtuose stijl die Brouwers beheerst, maar het is ook een muur die door de schrijver wordt opgezet. Op een gegeven moment beschrijft hij zichzelf als sombere, eenzame en onmogelijke man. Op deze wijze voelen deze teksten steeds meer als een masker dat in laagjes wordt aangedikt, waarbij de persoon Jeroen Brouwers verwoordt tot de schrijver en zijn teksten. En zo analyseert hij zijn eigen typische Brouwers-personages en beschrijft ook hoe deze afwijken van hemzelf. Je zou het de dialectiek van Jeroen Brouwers kunnen noemen. Hij is niet zijn personages, maar wat hij opschrijft over zijn personages en hoe hij dit opschrijft, daar zit zijn kern. In strikt autobiografische zin heb ik amper over mijn leven geschreven. Een denkbeeldige toekomstige biograaf die zou menen dat hij mijn boeken maar zou hoeven te ontleden om een exacte reconstructie van mijn bestaan op aarde en in de tijd te kunnen samenstellen, zou ik deze werkwijze ten stelligste afraden. Niet de inhoud van mijn oeuvre is autobiografisch, maar de vorm ervan. Alles echt gebeurd is voor de fans en voor de kenners van het werk van Jeroen Brouwers. En het biedt een overzicht van hoe hij buiten zijn fictieve werk om de waarde en de autobiografische kracht ervan probeert te kneden. Om tegelijkertijd van dat kneedproces weer literatuur te maken. De ultieme schrijver. Dat schrijvers vergeten raken en definitief verdwijnen gaat zeer snel. Doorgaans hoeft de schrijver maar te overlijden en hij en zijn oeuvre zijn onmiddellijk uit de belangstelling. Hoe beroemd hij ook mag zijn geweest en veel geprezen en gelezen zijn publicaties misschien waren. Met het laatste fragment in mijn achterhoofd bekroop me tijdens het lezen van Alles echt gebeurd een bedroefde gevoel dat deze teksten al iets van waarde hebben verloren. Het kneedproces De Maskerade is gestopt en deze teksten hebben een performatieve functie en die gedijen nou eenmaal beter tijdens het leven van een schrijver dan postuum. Brouwers, die zichzelf vooral essayist voelde, wijst erop hoe tijdens zijn leven zijn manuscripten, snippers, handschriften met een stukje snot, al meer waarde blijken te hebben dan alles wat er in boekvorm van hem is verschenen. Het is het lot van een schrijver die oud wordt en nooit gestopt is met schrijven. Het is nu aan de biograaf om met deze teksten aan de haal te gaan.
Maar uit dit expressieve en zelfreflecterende boek blijkt dat de schrijver dat zelf als een bij voorbaat falende exercitie beschouwde. Word nu ook een lezer des Vaderlands of maak van je beste vriend of vriendin of van je kind of van je opa of oma een lezer des Vaderlands en bestel dit leuke t-shirt. Kijk nou, ziet er toch leuk uit? Of bestel een hoodie, een sticker of een tas. Linkje in de beschrijving.